Typisch winnen. 2-1 nederlaag, vlak voor tijd. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Een slap begin, niet zoals vorige week. We kregen minder druk gezet dan vorige week. Waardoor zij er te makkelijk uitkwamen. Dat hebben we dan, na de goal hebben we dat kunnen herstellen. Dat we goed op 1-1 kwamen. Dan kwamen we eigenlijk goed in de wedstrijd. Zijn we de tweede helft eigenlijk mee doorgegaan met kans creëren. In balbezit en aanvallend was het allemaal goed. Maar ik denk hoe een bal voor die staande eraan gewerkt moet worden. En de deelpunten geven we gewoon andermaal te makkelijk weg. En als je zo met de kansen omspringt en dan zo'n doelpunten weggeeft, dan ga je geen wedstrijden winnen. Maar ik ben overtuigd dat in de toekomst wel, als je zo bij voetballen wel goed komt, alleen moeten we wel scherp zijn aan elkaar. En zorgen dat dit niet meer voorkomt. Vooral in de tweede helft had het publiek het gevoel dat er meer te halen was. Had je dat in het veld ook? Ja, zeker. Er was een moment in de wedstrijd van zeker 10 minuten lang, denk ik, kwartier, dat we op hun helft stonden, dat we de druk konden houden. Daar hebben we te weinig uitgehaald en we hebben met de laatste pas hebben het niet genoeg goed uitgespeeld. En dat is vandaag puur opgebroken, terwijl er wel mogelijkheden lagen en de kansen gehad hebben. Wat gaat er mis bij de tweede doelpunt van PSV? Ik kan het niet zo direct voor me halen, maar alleszins, we staan met een paar man rond de speler in de 16 en er wordt niet ingegrepen. Dus daaruit moeten we maandag scherp zijn aan elkaar en de rest kan ik de fase niet goed terughalen. Hoe is jouw nieuwe rol in het nieuwe FC Eindhoven? Box-to-box, veel pendelen. Ik kom overal in mijn kracht, zowel aanvallend als verdediger. Ik kan controlerend spelen, ik kan aanvallend voor de goal komen. En zo kan ik mijn steentje bijdragen. Ik voel me goed in deze rol en ik wil erin doorgaan. Volgende week naar Waalwijk. 3 punten.